salade. Dat is geweldig. Ja, hè? Ja. En dit is galette. Brooddeeg, huttenkeze, tapenade. Mevrouw Margreet van Ingen, u bent een van de initiatiefnemers. Wat gebeurt hier allemaal om mij heen? Wij hebben vanuit Pauluskerk een kleurrijke maaltijd georganiseerd. Of je nou blank of bruin, zwart of groen of geel of wie je ook bent, arm of rijk, dik of dun, homo of lesbisch, maakt niet uit. Iedereen is van harte welkom, want dat is onze gedachte in die wereld andersom die wij steeds weer proberen uit te dragen. Dat wij elkaar zien en dat wij naar elkaar kunnen luisteren en dat ieder mens welkom is. Namens de Pauluskerk mag ik u van harte welkom heten op deze kleurrijke maaltijd, middag, avond. U zit allemaal heel gezellig met elkaar te praten. Wij hebben deze middag weer georganiseerd, net als vorig jaar. Omdat we vinden dat iedereen uit de gemeente Stichtse Vecht van harte welkom is in onze mooie Pauluskerk. En wat is nou gezelliger dan met elkaar? Een drankje drinken en een lekker hapje te eten. Je gaat er niet in, Iedereen neemt wat mee, daar is ook om gevraagd. Neem wat mee wat je zelf lekker vindt, deel met anderen. Er zijn mensen hier uit Breukelen die stampotten gemaakt hebben. Dat is voor de mensen uit andere landen weer heel erg leuk. En zo maken we met elkaar een maaltijd om te delen en om te eten. Ik heb hutspots meegebracht. Bent u dan ook nieuwsgierig hoe men dat dan vindt, die hutspot? Nou, eigenlijk wel, ja. Dus, ik heb nog niks gezien dat ze hutspot op bord hadden. Dus ik heb nog niks gezien of waargenomen. Vlees en rijst. Ga maar even zien. Ja. Wijs maar aan. Staan ze er net voor? Met, hoe heet die? Die bladder van druiven. Doorheen. Met de kruiden natuurlijk. Kunt u het even aanwijzen? Nee. Wat heeft u gemaakt? Wat zijn dit? Lumpia. En wat is het originele recept dan? Waar komt u vandaan? Nee, ik kom uit de Congo. En is dit typisch? Congo? Chinees. Dus... Kent allemaal. Het is altijd heel erg spannend, want ik heb altijd graag alles een beetje onder controle. En dit heb ik dus totaal niet onder controle. En ja, hoeveel mensen komen? Er komen er wel mensen en is er wel genoeg eten? En hoe moet het allemaal? En, nou ja, en uiteindelijk loopt het allemaal als een trein. Dit is eiersalade met bieslook. Dat is bietensalade. Dat is ook aardappelsalade zonder vlees. Dat is een salade uit Kenia met mais en gemalen erwten en hele erwten. Hey. Hey, ik vind het erg leuk om te doen en ook om te zien van hoe verschillende culturen weer met elkaar in aanraking komen. En zij ook het gevoel krijgen van ik mag er zijn. En daar gaat het om.